in films en theatervoorstellingen. Ze was onder meer te zien in producties van het Onafhankelijk Toneel, Artemis en Maas. Daarnaast is ze ook docent en regisseur. Dankjewel, Romana. Nou, Wim, geweldig dat u allemaal zo enthousiast je steun hebt uitgesproken aan de participatieverklaring. Maar wat houdt de participatie eigenlijk in? We hebben drie mensen uitgenodigd die ons meer inzicht kunnen geven in de mechanismen van de participatie in de theaterwereld. Het gesprek wordt geleid door Marieke Dijkma. En mag ik jullie allemaal uitnodigen om plaats te nemen. En dan wel raven Petra Ardijn in van de Sluis.